etiketten van het eten en drinken. Alle mensen eten en drinken... maar wie van hen kent de etiketten van het eten en drinken... en wie waakt erover? Een van de belangrijkste daarvan is de verplichting... om te onderzoeken welk voedsel en dranken toelaatbaar zijn... oftewel halal zijn... en welke hiervan verboden zijn, oftewel haram zijn. Het gaat om zaken die op zichzelf al verboden zijn... zoals varkensvlees en wijn... of die op een onwettige manier verkregen worden... zoals gestolen voedsel. Allah zegt... O mensen... Eet op aarde van dat wat toegestaan en goed is en volg niet de voetstappen van de shetan. Men eet of drinkt niet in gebruiksvoorwerpen van goud of zilver, of verguld of wat ermee versierd is. In de overlevering staat: en drink niet uit gouden en zilveren bekers en eet niet van zulke schalen. Het is voor hen in deze wereld en voor jullie in het hiernamaals. Dit geldt ook voor borden, potten, kopjes, bekers voor thee en koffie, maar ook voor lepels, vorken en messen en tot de etiketten van het eten behoort voor het eten de naam van Allah te noemen... oftewel bismillah te zeggen... eten met de rechterhand en van datgene voor je licht te eten. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei... O jongen, begin in de naam van Allah... eet met rechts en eet van datgene direct voor je. En eten van de randen van het voedsel vermeerdert de zegeningen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei... De zegening daalt neer in het midden van het voedsel, dus eet van de randen en eet niet van het midden. Men hoort ook niet liggend te eten, ademt niet in een fles, blaast niet op zijn eten, ook als het heet is, maar wacht tot het is afgekoeld en drinkt zittend in drie slokjes. En als men water uitdeelt aan een groep mensen, laat hem dan rechts beginnen en laat degene die uitdeelt de laatste van hen zijn die drinkt. Gezamenlijk eten is beter dan alleen eten. Hoewel beide zijn toegestaan. De profeet salam zei: Eet gezamenlijk en noem de naam van Allah. Hij zal het zegenen en prijs Allah na het eten. De profeet a.s. was na het eten gewoonlijk om te zeggen: Alle dank komt toe aan Allah, overvloedige, goede, gezegende dank. Uw gunsten aan ons zijn niet verworpen, niet verlaten en niet nodeloos, o onze Heer. Wees daarom waakzaam over de etiketten van het eten en drinken, want dat is een blijk voor dankbetuiging voor Zijn gunsten. Allah zegt: O jullie die geloven, eet van het goede waarmee wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar als jullie Hem daadwerkelijk aanbidden.